Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor leidinggevenden in de zorg. En mensen die willen doorgroeien in hun functie. Dus soms zijn mensen al manager en willen ze die functie uitbouwen of versterken. Mensen die deelnemen aan deze opleiding zijn heel divers. Mensen komen uit ziekenhuizen, mensen die in de GGZ werken, bijvoorbeeld een TBS-kliniek, in de ouderenzorg, ambulante zorg. Het is echt heel divers. En het leuke daarvan is dat je dus ook echt die uitwisseling krijgt in de lessen. Dus dat mensen echt met elkaar in discussie kunnen gaan. En dat je dus ook echt heel veel leert van andere werkvelden. Wat ik met deze opleiding wil bereiken is dat ik voornamelijk meer snap van de organisatiekant van zo'n stichting. Want ik kom vanaf de werkvloer, dus de werkvloerkant en hoe de procedures lopen in de omgang met patiënten, dat ken ik allemaal wel. Maar waar hou je nou rekening mee? Waar baseer je je keuzes op? Welke organisatorische belangen heeft een organisatie en hoe weeg je die af tegen de belangen van het werkveld? Ja, we houden in deze opleiding goed rekening met het privéleven van mensen en de drukke banen. Dat doen we door de opleidingsdag te beginnen in de middag. Dus op maandagmiddag komen we bij elkaar. Dus dan heb je in de ochtend nog tijd om je werk te doen of eventueel andere zaken te regelen. Ja, de studiebelasting is wel aardig pittig bij tijd en wijle. Maar ook goed te doen, mits je het goed plant. Mensen hebben vaak in het verleden al allerlei cursussen gedaan, ook verschillende opleidingen soms. En wat deze opleiding biedt, is dat we al die kennis integreren. Zodat je echt op managementniveau kunt functioneren en ook een volwaardige gesprekspartner wordt voor het MT of het hoger bestuur in jouw organisatie. Wat ik denk dat je aan finance hebt in deze module, is dat vaak merk je in de zorg dat financiële mensen nog wel eens willen zeggen van ja, maar deze afdeling draait met winst en deze afdeling draait met verlies. En dan lijken ik cijfers allemaal heel hard te zijn. En waar ik graag met je naartoe wil, is dat je er uiteindelijk achter komt dat ook voor cijfers en winsten en verliezen en dat soort zaken, dat er gewoon sprake is van keuzes die een controller maakt. En als je daarin uiteindelijk meer het financiële begrippenkader kent, dan kan je met name over die keuzes die controller maakt ook het gesprek aangaan. Ik zit nu op de helft, merk ik dat ik echt wel in mezelf vooruitgang zie en dat het ook vooral gericht is op mijn organisatie. Dus al wat ik leer, kan ik ook gelijk toepassen of onderzoeken wat op mijn organisatie ligt. En dat is heel prettig. Ja, dus heel tevreden. Ja.